O koning, weet u wat er aan de hand is? Een heel groot leger marcheert naar ons land toe. Zo'n boodschap is vreselijk eng. Koning Jozef had besluit om aan God te gaan vragen wat hij moet doen. Hij laat het hele volk van Juda vasten. Uit alle steden van het land komen mensen bij elkaar om samen te bidden en God om hulp te vragen. Zou jij hetzelfde doen als je in de problemen zit of iets nodig hebt? Koning Jozefat gaat naar de tempel. Dat is het huis van de heren. Daar staat hij tussen zijn mensen en bid: Heren, u bent zo krachtig, zo sterk, wie kan er tegen u stand houden? We geloven dat we in tijden waarin het zo moeilijk is, als er oorlog is, of ziekte of honger, we u mogen aanroepen om ons te verlossen. We geloven dat u ons zult horen en ons zult redden. We kunnen toch helemaal niks beginnen tegen dit grote leger? We weten niet wat we moeten doen, maar we vertrouwen op u. Wat is dit bijzonder? Dat de koning daar bidt tot de heren, samen met het hele volk. Zie je het wel? Er zijn niet alleen mannen... Maar ook hun vrouwen en kinderen. Je bent nooit te jong om te bidden. Dan komt de geest van de Heere op Jahaziel. Hij is een leviet en hij zegt: Luister, koning Jozefat en iedereen die in Juda woont. Dit is wat de Heere tegen u zegt. Wees niet bang of ontmoedigd, omdat er een groot leger op u afkomt. De strijd is niet aan u, maar aan God. Trek morgen op, neem uw positie in en blijf dan staan, en dan zult u zien dat de verlossing van de heren komt. Koning Jozefat buigt zich met zijn gezicht naar de aarde. Alle mensen en kinderen doen hetzelfde, ze prijzen de heren. De volgende morgen staan koning Jozefat en zijn volk vroeg op om naar het slagveld te gaan. Als ze willen vertrekken, staat Jozef stil en zegt: Vertrouw op de Heere uw God, en alles zal voorspoedig gaan. Geloof zijn profeten en alles zal goedkomen. De koning overlegt met zijn mensen: Ze besluiten dat voor hun leger uit er een koor moet lopen. Ze zingen: Loof de Heere, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Terwijl ze vooruit lopen, Prijzen ze de heren en danken hem. Precies op het moment dat ze beginnen te zingen, zorgt de heren ervoor dat de vijanden met elkaar gaan vechten. Het hele leger wordt verslagen. Als het leger van koning Jozefat op het slagveld aankomt, zien ze alleen maar dode lichamen op de grond liggen. Niemand van de vijand is ontsnapt, precies zoals God heeft beloofd. Het was de strijd van de heren. Niemand hoeft te vechten. Nu kunnen Jozefat en zijn volk de buit roven. Ze zien een heleboel dieren, bezittingen, kleding en kostbare voorwerpen. Ze plunderen voor zichzelf zoveel dat ze het niet meer dragen kunnen. Ze zijn wel drie dagen bezig om de buit binnen te halen. Zo groot is die! Op de vierde dag komen de mensen bij elkaar in een vallei om de heren te danken en te prijzen. Dat is zo belangrijk. Als de heren je gebed verhoort, dan moet je hem ook bedanken. Dan gaan de mensen op weg naar Jeruzalem. Ze zijn zo blij. Koning Jozefat loopt voorop. Ze marcheren de stad Jeruzalem in. Hoor je de muziek? harpen, trompetten en andere instrumenten. Ze lopen verder naar de tempel om daar opnieuw de Here te bedanken. Koning Jozef heeft op God vertrouwd voor de overwinning. En dit zorgt ervoor dat er vrede is in het hele land.